meekijken naar een nieuwe weekvlog. Ik heb echt een mega drukke week gehad. Niet normaal. Ik ben nu onderweg naar Alkmaar, want wij hebben wat eten besteld. Even lekker niet koken op de vrijdagavond en lekker een borrel erbij. Zo aan toe. En ik sta nu voor de spoorbomen. Want die gaan uiteraard altijd dicht als ik over het spoor heen moet. Wat zit er allemaal in? Bruut bier. Hou je daarvan? Zo, dat is wazig. Wazig. Vurige non. Wat ook. Waarvoor? Leuk, hè? Blikbier. Het was een verrassingspakketje. Ja, leuk. Die is grappig. Welke ga je nemen? Hey, je soep wordt koud, hè? Ja, ik zet ze even koud. En, Je kan ook eerst een brand nemen. Voorgerechtje. Ik heb een gevulde tomaat. En jij hebt uiensoep. Smakelijk. Smakelijk. Hoofdgerecht. Vega quiche. En jij hebt stoofdingetje. Stoofvlees. Belgisch stoofvlees. Met rode kool. En aardappelpuree. Is lekker? Heel lekker. Heel lekker. Bij jou? Oké. Okay. Weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb alleen de groentes nog geproefd. Nou ja, zeg. Die waren lekker. Hier. Oh ja. Toetje. Ja, mijn snikkel. Niels is altijd helemaal lui van toetjes. En ijs. Dat is eigenlijk ook een toetje. Maar goed. Toetjes en ijs. Niels houdt van toetjes en ijs. Lekker smikkelen. Zijn we aan het maken, Annie? Chocoballs. Lekker. Met fruitjes, dadels, nootjes zitten erin, chocola, kokosolie kokos. En kokoschaps. Nootjes. Oh ja, nootjes. Het is vandaag zondag. Nelis die was vandaag al vroeg op pad, want hij is weer trainen met de fiets. Voor het parcours wat hij 18 april gaat fietsen voor Spieren voor Spieren. Ik ben mijn dag begonnen met wat administratie. Dat is de afgelopen weken een beetje blijven liggen, maar ik heb alles weer bij kunnen werken. En ik moet zo meteen nog even de was uit de droger halen en opvouwen. Verder lekker rustig gaan, lekker rustig weekendje. Even bijkomen van de drukke werkweken. Het is wel weer echt heel fijn om weer aan het werk te zijn. Gewoon ook weer dat ritme te hebben en het besef van welke dag het is. Dat is ook wel heel fijn. Ja, ik ga denk ik beginnen met de was. We moeten ook nog weekboodschappen doen vandaag. En ik vind echt alles prima. Het huis opruimen, stofzuigen, schoonmaken. Maakt me allemaal niet uit. Maar boodschappen doen, daar heb ik echt zo'n hekel aan. Ik weet niet wat het is, maar ja, niet mijn ding. Hoi Nelis. Hoi Coli. Lekker gefietst? Ja. Heb je nog wat andere fotomateriaal? Ja, ik denk het wel. Ja, het was wel goed weer zeker. Ja, dat is lekker. Dat moet me helpen. Wat doe je? Ik zie je mee. Oh. Het is vandaag dinsdag en ik ben weer in de salon. Ik ga even alles klaar en aanzetten voordat de klant komt. En dan ga ik lekker beginnen met werken.
tussen de behandelingen door even snel wat eten. Een maiswafel met kaas en avocado. En ik heb nog een beetje van een innocent sapje. Dus even tussendoor voordat de volgende klant weer komt. Het is vandaag donderdagochtend en ik heb zo meteen een afspraak bij de tandarts. En ik ben best wel een beetje zenuwachtig, want ik heb het gevoel dat ze gaan zeggen dat mijn verstandskiezer er binnenkort uit moet. Hè? Niet omdat ze zeer doen of iets, maar vorige keer zeiden ze dat ik er niet heel goed bij kan met poetsen. Waardoor het kan zijn dat ze gaan rotten. Dat wil je natuurlijk niet hebben, dus dan moeten ze eruit. Ik ben eigenlijk nooit bang of zenuwachtig of iets voor de tandarts. Want ik heb ook echt nog nooit wat gehad aan mijn tanden. Nooit een gaatje of iets. Maar nu ben ik toch wel een beetje zenuwachtig. Want dat trekken van je kiezen, dat lijkt me echt helemaal niks. Maar goed, we gaan het zien. Het is nu... Even kijken, 12 over. En ik heb 15:15 een afspraak. Dus ik ga zo meteen naar binnen. Nou, ik ben weer in de salon. Gelukkig was er niet zoveel aan de hand. Ik moet het de aankomende tijd gewoon even goed poetsen. Ook al is het heel lastig bij mij om daarachter te komen. En dan gaan ze de volgende keer kijken of dat een beetje lukt. En zo niet, dan kunnen ze eventueel nog een stukje tandvlees wegbranden. Zodat dat wat beter lukt. En mocht het dan nog niet lukken, dan zouden ze eventueel de verstandskiezen moeten trekken. Maar dat is voor nu nog niet van toepassing, gelukkig. Ik ga ook van nu de salon even klaarmaken. En dan ga ik weer lekker beginnen met een werkdag. Ik ben voor vandaag alweer bijna klaar met werken. Ik krijg zometeen nog één klant voor een bindweefselmassage. En dan ben ik best wel op tijd klaar. Afgelopen week was ik vaak rond 6:30, 7:00 thuis. Dus het is ook wel lekker om vandaag een dagje op tijd thuis te zijn. En ik heb nog even een kleine aanpassing gedaan in de salon. Pop staat nu op het moment even binnen. En die draagt deze leuke tas en het kettingje. En de plant heb ik even aan deze kant gezet. Nou, ik ga hiermee ook de weekvlog weer afsluiten. Vonden jullie het weer leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. En tot volgende week weer!